Thomas, 1-1 gelijkspel tegen Almere. Naast vermoeidheid, welk gevoel overheerst? Ja, ik had liever gewonnen vandaag, maar ik denk dat we van de positieve kant moeten kijken. En ze zijn niet dichterbij gekomen. We hebben het gat op 14 punten gelaten, met hun nog één wedstrijd te goed. Dus daar ben ik tevreden over. Ja, ik denk dat jullie vrij goed aan de wedstrijd beginnen, hebben de druk erop. Op een gegeven moment lijkt het een beetje weg te hebben. Had jij dat gevoel ook in het veld? Ja, we krijgen denk ik in het begin een paar kansjes en die moet je eigenlijk gelijk maken om jezelf te belonen en nog beter in de wedstrijd te komen. En dan krijgen we een klote corner tegen, wat onze eigen fout is, de cornerbal al. En dan, die moet nog terugzien, maar moeten we denk ik dekken voor de goal. Dus dat is, dan krijg je een deksel op de neus, maar daarna pakken we het wel weer goed op, vind ik. En blijven we goed druk erop houden en redelijk goed voetbal. En dan scoren we terecht de gelijkmaker. Ja, hoe belangrijk is dat, die gelijkmaker vlak voor rust? Ja, dat ga je lekker de rust in. Als je met 1-0 de rust in moet, dan kan hun trainer de boel weer goed zetten. En nog meer verdedigen, want dat is het enige wat hun gedaan hebben vandaag. Dus dat is een heel lekker gevoel, ja. Wel het momentum ook mee voor je gevoel met die 1-1? Of juist wel een beetje ook het verhaal in de kleedkamer van, jongens, het moet wel beter? Nou ja, wat ik zeg, ik denk dat wij redelijk goed gevoetbald hebben. De kansen hadden we af moeten maken in de eerste helft, dan beloon je jezelf. Ik denk dat Brouwer nog een hele goede bal pakt op 0-1, die kans van hun. En de tweede helft is de enige die gevoetbald hebben, zijn wij denk ik. En ja, dan moet je een beetje geluk hebben dat hij een keer goed valt, want echt uitgespeelde kansen hebben wij volgens mij niet gehad in de tweede helft. Nee, ging de tweede helft ook wat voorzichtiger, voor mijn gevoel? Iets conservatiever? Misschien dat het zo lijkt. Alleen ik heb in de wedstrijd niet dat gevoel gehad dat we achteruit gingen om te zorgen dat het een gelijk spel bleef. Totaal niet. Ik ben ook constant bezig geweest om iedereen vooruit te schreeuwen. En ja, ik denk dat we gewoon een prima wedstrijd hebben neergezet. Ja, ik denk dat het op een gegeven moment in de tweede helft ook een beetje een vechtwedstrijd werd. Had jij dat gevoel ook? Ja. Jij persoonlijk zeker, denk ik. Ja, nee, persoonlijk zeker. Maar hun gingen er ook stevig in, dus dat is dat van mij ook stevig. Ja, is dat lastig? Je pakt al vrij vroeg een gele kaart, geloof ik. Ben je ervaren genoeg om daarmee om te gaan? Of? Vandaag wel. Ja. Nog met de trainers over gehad? Nee, ja, wel even dat ze zeiden van pas op, je hebt geel. Maar in een wedstrijd denk je er niet zoveel aan. Want ja, het is een moment wat je moet spelen. Speel je het duel, laat je het lopen. Dus ja, daar kan je niet op inspelen. Ja. Is het wel lastig voor een type speler zoals jij? Het is natuurlijk altijd wel hard. Ja, ik hou van duel spelen. En met geel ben je wel ietsjes voorzichtiger, maar ik denk dat ik vandaag veel duels heb gespeeld en veel heb gewonnen. Dus, ja, het werd een beetje inherent aan de vechtwedstrijd, wat ik al noemde. Het werd bij Vlaag misschien een beetje lelijk met blessures en dergelijke. Hoe staat het daarvoor? Ik weet niet wat je allemaal kan zeggen, maar in ieder geval, dat maakte denk ik de sfeer in de kleedkamer er niet beter op. Hè? Nee, Izzy had last van zijn knie volgens mij. Dan moet even kijken hoe dat gaat. En Nico ook zijn knie. Dat ziet er niet heel goed uit. Ja. Die heeft maandag de MRI, dacht ik. Even kijken, wat hadden we nog meer? Nou, in principe maakt het niet zoveel uit, maar ik bedoel meer het gevoel in het veld. Maakte dat het ook lastiger voor jullie? Dat ja, het kijk, het ebt misschien een beetje weg, hè? Ja, je raakt natuurlijk twee jongens kwijt die, Emil die al niet starten, die ja, toch het verschil maken voor je en ook het verschil kunnen maken. Neemt niet weg dat Izzy vandaag, vond ik, een hele goede eerste helft heeft gespeeld en Lasse ook goed inviel. Dus nee, compliment aan de jongens. Ja, je begon het interview te zeggen, ze zijn niet dichterbij gekomen. Is dat wel het gevoel wat overheerst? Ja, zeker. Ik vind dat je het positief moet bekijken. We staan, als hun de inhaalwedstrijd winnen, 11 punten voor met nog 7 wedstrijden. Dus we hebben alles in eigen hand. Ja. Ik ben positief gestemd. Ja, kijk je uit naar het potje op de Vijverberg? Ja, ik ben alleen geschorst. Ja, dat mag ik toch zeggen, ja. Dus, Domper? Hè? Domper? Ja, dat wel. Maar goed, je kan niet met dat in je achterhoofd spelen en dan de duels niet aangaan. Dus het moest een keer van komen. Ik sta volgens mij al een week of 4-5 op scherp. Dus ja, helaas. Hoe is Thomas Bruns op de tribune kijken naar zijn medespeler? Fanatiek. Ja. Ja. Succes ermee. Gewoon goed, dankjewel.